Ja, toen was het een paar weken geleden, Floris. En toen riep jij alle stationspianisten van Nederland op om op een bepaald moment naar Utrecht te komen. En dan zou jij dan kijken wie de beste was. En dat, hoe zou je dat beoordelen? Ja, dat zou niet mijn eigen beoordeling zijn. Dat zou het publiek doen. De argeloze voorbijganger. Als stationspianist begin je zonder publiek. En de bedoeling is dat je dan passanten verleidt om een trein later te pakken en te blijven staan. Nou, dus we deden inderdaad die oproep en waren zeer verrast voor wat voor goede aanmeldingen we hadden. De finalisten die zitten vandaag ook in de studio. Het is een heel gemêleerd gezelschap. Zie je wel een heel klein jongetje daarbij. Ja, Jonathan, 9 jaar, maar die stond er wel. Dat was op zijn skateboard, zul je straks ook zien. Iets minder jong, maar niet minder jeugdig, dat was Karel. Die heeft behoorlijk staan swingen. Ik kijk een beetje boos aan om die aankondiging, maar het was fantastisch. En het hoogtepunt vond ik zelf dat er ook een heuse machinist zich had aangemeld. En die bleek nog verdomd goed te kunnen spelen. Dat was Rob. Nou ja, en zo nog een lange lijst. Het was een hele mooie finale. Ja, zullen we even kijken, want er is een beeld van. Wat twee. Daar komt onze kandidaat aangeskeet. Jonathan, welkom. Fijn dat je er bent. Hoi. Ik speel het liefst eigenlijk op Den Haag Centraal. En waarom? Ik woon daar heel erg in de buurt. Duidelijk. Hit the road, Jack. Goede opening. Sterk begin. Hebben machinisten ook voorrang? Nee, met de trein wel, maar niet met de piano, nee. Oh ja, deze mag niet ontbreken vandaag. We hebben hem nog niet gehoord. Maar op elk station in Nederland hoor je minimaal 3 keer per dag Amelie. Hier is hij, let maar op. Dit is. Ja, dit is puntenscoren. En de tussenstand 32. Karel, ik vermoed een dikke vette boogie. Ja, dat zal gebeuren. Even lekker de groove erin. Dit wel een goede kans hebben. Dus. Iets meer naar links en dan zijn we hier bij de kruk. Ja, het is gewoon mooi wat die piano brengt aan de mensen. Ik bedoel, het is eigenlijk een telefoonlijn tussen de muziek en de mensen. Dat is wel mooi, er komt op spoor 20 net een hele Intercity leeglopen. Dus dat is een massetje voor Robert. Goede timing. Op een station is het echt nog mooier, omdat je daar echt een heleboel verschillende mensen hebt die door elkaar heen en dan kijken wat er gebeurt, weet je. Dan heb je die interactie en dan voel je die blikken en dat is heerlijk. Het lukt u nog niet echt om enorme mensenmassa's hier stil te houden, maar misschien heeft u nog een paar troeven achter de hand. Ik tel heel eerlijk hoor, 23. De piano staat klaar, het station is van u. Heel veel plezier. Ja, gaan we ervan. ...88 jaar en die vingers zijn soepeler dan mijn eigen handen. Floris, wie is de winnaar? Ja, het grote moment is daar, de bekendmaking. Misschien mag ik een kleine drumroffel. Kijk, dus
spanning eens even opbouwen. En we hadden hele goede kanshebbers. We hadden Tini, dat was prachtig. Dat stroomde vol. We hadden natuurlijk onze machinist Rob, dat was fenomenaal. Maar zij moesten toch iemand voor zich laten. Een winnaar die zo'n wervelende show daar gaf op Utrecht Centraal, dat meteen het hele station zich om de piano verzamelde. Een fantastische showman en een geweldig pianist. Inmiddels 79 jaar oud, maar met de vingervlugheid van een 20-jarige. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus. De beste stationspianist 2015, Karel Heinzius. Voor alle opwinding valt de microfoon nog af, Karel. Ja, dank je. Gefeliciteerd. Deze is voor jou. Dankjewel. Gefeliciteerd. Waarom is het leuk om een stationspianist te zijn? Dat weet ik niet. Waarom doe je het dan? Dat antwoord weet ik niet. Kijk, ik kom eens in zoveel tijd in Amsterdam op het station. Ik moet daar zijn enzovoort. En dan zie ik die vleugel daar staan. En dan denk ik, ik wil even op dat ding branden, weet je. En dat doe ik dan ook. En dan later denk ik, waarom doe ik dat nou? Maar misschien is dat omdat ik thuis geen vleugel heb. Dat zou kunnen. Dus ik denk even met dat ding rommelen. Of is het soms hoogmoed? Dat zal zeker zo zijn. Of is het... Ja, gaat u wel. Of is het soms dat ik wil even laten zien, jongens, snots opscheppen dus, hè? Ik durf niks meer te zeggen. Ook, ja. Het kan ook zijn een gebrek aan aandacht. Ah. Ja. Maar het kan ook zijn dat je het heel leuk vindt, ja, begrijp je? Dat denk ik en, ook, maar ja. Het is wel zo, het antwoord blijft me schuldig. En ik denk dat het aan het eind van mijn leven een heel groot mysterie blijft. Waarom? Het waarom. Waarom vind ik het leuk? Wanneer ben je een goede stationspianist? Ja, dat zou ik niet weten. In ieder geval denk ik wel dat je pompeus moet zijn. Want het moet een groot aantal publiek trekken. En je kan niet met een stukje van Mozart heel zachtjes daar zo'n beetje zitten te rommelen. Nee, het moet baf erin, begrijp je? Ja. En dan moet je ook een stuk kiezen wat geen rock and roll is, maar ook geen jazzmuziek, wat ertussen is. En dat is eigenlijk een boogie-woogie. En boogie-woogie is een stuk muziek wat tussen al die toestanden zit. En die speel ik dan. Maar ik begin met een groot blokakkoord, zul je zo ook al horen. Ja. Ik heb het idee dat wij er zelf niet veel meer over te zeggen hebben wat je gaat spelen. Heel goed. Okay. Ik zou zeggen, loop naar de vleugel. Ga achter de vleugel zitten en speel alsof het hier een station was. Wat niet zo is natuurlijk. Oké. Okay. En leg mij intussen ook nog even uit waarom je schoenveters los zitten. En je nu zelfs een schoen uitdoet. Ja. Nou, het blijkt dat als ik piano speel en ik krijg de gang, dan komt de groove komt erin, om het zo maar te zeggen. Ja. Dan ga ik zo vreselijk stampen met die poot. Dat de microfoon staat er, de piano gaat heen en weer. Bovendien hoop ik dat deze piano het uithoudt. Maar goed, dat is een andere zaak. Maar daarom doe ik maar gelijk hier, dan is het allemaal akkoord. Maar nu ga ik beginnen, dus stilte. En aandacht. Met een groot vet blokakkoord dus, hè, om de mensen te trekken.